Ja, vrienden in Rotterdam. Ik weet het, jullie zijn enthousiast en alle Feyenoord supporters in het land. Ik weet het, zijn er heel veel. En die hebben mij ook allemaal geschreven. En Harry, zeg nou eens wat over Feyenoord. En wat vind je ervan? En we gaan zo goed en we winnen met 3-0, 4-0, 5-0. En ga zo maar door. Maar ja, vrienden, ik moet jullie eerlijk zeggen, ik ben niet zo enthousiast als jullie. Nee, het spijt me verschrikkelijk. Ik heb een Feyenoord hart en ik hou van Feyenoord. Maar ik ga niet door de gangpaden. Nee, nog lang niet. Nee, want ik vind dat Feyenoord nog steeds een heel gemiddeld elftal heeft. Ja, want nu is iedereen is dan van, ja, die Brian Lins is ineens weer geweldig. En wat een baas, lees ik dan. En iedereen... Lintzen is nog steeds de hele gemiddelde voetballer. Dat was hij vorig seizoen, dat is hij nog steeds. En dan beginnen jullie allemaal over die arme dikke advocaten. Die konden er allemaal niks van. En nu is Slot ineens de grote redder. Ach jongens, kom op nou. Zijn we daar de realiteit helemaal uit het oog verloren? Nee toch, alsjeblieft. Kijk nou naar die clubs waar ze tegen gespeeld. Zijn we die wedstrijden tegen Drita? Drita! Nee, hadden jullie ooit van die club gehoord? De Drita. Die staat nummer 207, jongens, op de lijst van de UEFA. Hey, die kun je niet eens vinden, zo laag staan ze. En daar kan Feyenoord dan met moeite met 3-2 thuis van winnen. En dan ontploft de Kuip helemaal. Ja, jullie mogen voor mij best juichen en jullie mogen best enthousiast zijn. Maar jongens, hou even die lat. He, daar gaat het om. We moeten niet te laag met die lat. Ik wil niet dat wij als Feyenoord aanhang straks allemaal met een hernia lopen van het limbo dansen. Nee. Jongens, kijk, Feyenoord heeft nog geen tegenstand gehad. Daar gaat het om. Er is nog niet één tegenstander geweest waarvan ik dacht, zo, nou, dat is even wat. Want dat Luzern... Nou jongens, die kunnen er echt geen ene malle moer van. En dat zag je al na een paar minuten. Maar echt helemaal geen reet van. En ja, wat zie je? Ja, dan win je met 3-0 daar. En dan win je 3-0 thuis. Ja, hè? Hallo. Er staan 150 ook, hè, op die lijst. Ook helemaal onderin. En dan tegen Elfsborg. Nou, daar heb ik ook nog nooit van gehoord. Tegen een Zweedse club. Nummer 4 in Zweden. Zweden competitie staat op de 21ste plek in Europa. Doen totaal niet mee. Ja, en dan win je dan van. Ja, thuis. En dan uit verlies je ook nog eens een keer van een ploeg die op de 200, daar komt hij, 68ste plek staat in de UEFA-lijst. Dus die staan helemaal in de kelder van Europa. En daar gaan we dan allemaal enthousiast over doen. En dan win je van Willem II. Nou, die hadden alleen maar corona. En die raken geen kokosnoot op dit moment. En Go Ahead Eagles. Oeh, dat ging nog om met heel veel moeite. En die komen net kijken in de Eredivisie. Utrecht, vrienden. Utrecht, dat is de wedstrijd. Nu zal gaan blijken waar Feyenoord staat. Dat Feyenoord iets leuker voetbalt dit seizoen. Hey, dat snapt mijn tante. Dat hebben we allemaal wel gezien. Maar nu gaan we zien tegen Utrecht uit hoe ver Feyenoord is. En of Feyenoord zo goed is als jullie allemaal zeggen. En ik zeg en ik denk gewoon dat Feyenoord daar zijn eerste zware test krijgt. En dat Feyenoord daar niet gaat winnen. Dat denk ik gewoon. Ja. Maar misschien heb ik het fout. Ja, hey, dat kan. In voetbal kan alles. Ja, misschien hebben jullie wel gelijk. Misschien is Feyenoord wel beter dan ik denk. Maar goed, ik denk dat ze van Utrecht niet winnen. En als Feyenoord toch, en daar komt ie. Als Feyenoord toch van Utrecht wint. Vrienden, gelijkspel telt niet mee. Als Feyenoord van Utrecht wint, dan pak ik een rauw ei. En die tik ik zo. En die laat ik zo. Op mijn kale kop vallen. Ja, dat ga ik doen. Ja, nou vrienden, veel plezier met Utrecht Feyenoord.